Stef is een wandelende encyclopedie. Ik minder. Begint al. Dus ik interesseer me, zoals jij je interesseert voor mannen, interesseer ik mij voor sport. Ah, oké, okay, voilà, dat is goed. Als er maar ballen bij komen kijken. U zegt het. Uiteraard wil ik dat Sint-Truiden wint. Ik vind dat ook een beetje flauwekul. Als je opgegroeid bent met blauw-geel en dan word je sportjournalist, dan mag je eigenlijk je hart niet meer tonen. Maar in mijn werk hoop ik, en ik weet voor mezelf dat ik dat absoluut ben, dat ik daar neutraal in ben. Ja. Heb jij iets met een van de twee ploegen, Luc? Ik ben een West-Vlaming, dus ik ben in principe voor alle West-Vlaamse ploegen. Ik ben eigenlijk een Club Bruggeman. Vroeger Julien Kools, Raoul Lambert, Jan Keulemans, Mark de Grieze nog in de oude periode, jaren 80. En nu is het moeilijk, want Frankie van der Elst heeft het nu zeer moeilijk met Sint-Truiden. Ik gun hem 3 punten, want 1-1, elke punt, daar schieten we geen bal mee op. Nee. Maar langs de andere kant, Waregem-Zulte heeft ook een ongelooflijk mooie, rijke geschiedenis. Het blijft moeilijk en ze hebben ook de punten nodig. En ik heb het voor Rossini, de man die na 65 minuten kapot leeg is, maar toch door... soleert en niet afgeeft. Een oude krijger dus. Maar ik vind het schandalig dat bijvoorbeeld Mazou op de bank zit omwille van disciplinaire redenen. Daar heb ik niets mee. Met trainers die ingrijpen, een speler omdat hij te laat komt. Hij is ook geen ploegspeler. Hij is een Einzelganger. Nee, hij doet dat is niet waar. Ding, ik ben echt een ploegspeler, maar je moet zo iemand weten te motiveren. En wat heeft deze ploeg nu vanavond met Mazou op de bank te zetten. Die moet spelen en die hoort te scoren vanavond. We horen je nu vooral op de radio. Daarvoor zat je meer op televisie. Ja. Als je moet kiezen... Dat is omdat ik niet mag doen op televisie wat ik graag doe. Doe ik nu radio. Omdat ik daar wel mijn ding mag doen. Het zijn 2 programma's live. Ja. En we kunnen het langere gesprek laten regeren. Wat nu vandaag de dag minder en minder kan. Alles wordt geknipt. Maar we zijn bezig met een aantal programmavoorstellen en alles komt terug. Dus een mediacarrière is een golfbewegingscarrière. We gaan jou terug op tv zien dan ook. Zien hem toch? Alles iets. Goed, het is tijd voor ons vaste rubriekje in Studio SCV. En dat is natuurlijk Beat the Cap, waarin de kapitein Davy de Vouw het opneemt. Momenteel staat het 1-1 gelijk, dus voor de tegenstanders. In de eerste uitzending won hij van Willy Naassen in het bowlen. Vorige keer verloor hij van Geert Itakia in het poelen. Vanavond neemt hij het op tegen Steve Koolpaard en hij gaat een wedstrijdje latje trap doen. Benieuwd wat het resultaat zal zijn in Beat the Cap. Het is een beetje latje trap eigenlijk. Zo snel mogelijk 5 ballen tegen de dik laten trappen en het is een keer plezant om tegen de kapitein te trappen. De tegenstander is Steve Koolpaard vandaag. Steve heeft dat vorig jaar blijkbaar heel goed gedaan. Heeft meegedaan aan het programma. Die heeft van de 6 ballen er 5 opgeschoten in 27 seconden of zo, hoorde ik. Dus het zal een moeilijke opdracht worden voor mij, maar we zien het wel. Hè. Ik ga geen pronostiek geven. Ik denk dat Dave ook een hele goede traptechniek heeft. Dat ik al vaak gezien heb, dus het zal een sterke tegenstander worden, dat zeker en vast. Normaal kun ik wel een pronostiekje geven, maar vandaag zal het wat moeilijker zijn. Ja. Het is een bal op de lat schieten, daar moet een beetje geluk waarschijnlijk ook bij hebben. Ik hoop eerst dat vooral ik er 5 opschiet. Hopelijk binnen een minuut, ik zal het zo zijn. Een beetje nu. Nee, maar doe maar. Goedemiddag. Goedemiddag, alles goed? Ja, zeker. Ik ben benieuwd hoe het al verloopt. Ja. Kan hij wel nog even oefenen? Ja, of nee, ze doen we op de mak. Godverdikke Steve. Ja, het is goed, we gaan beginnen. Kunnen we een nieuwe opdracht doen of zo? Want, We gaan er aan beginnen aan latje trap. Dus tegen Davy. Eentje. Hoi maar snel met de ballen. Hoi maar. 2. 2. Hoi Steve. 3. Ja. 4. Laatste. Ja. Hoi maar. En 5. 1-18-94. 1-18-94, denk ik. Ja. Moet altijd wel mee, gelukkig wel mee gemoeid zijn. Oké. De trappen waren zeker niet slecht, dus goed meegevallen. Merci. Dus ja, wie weet, het kan snel gedaan zijn, het kan ook heel lang duren. Dus laten we hopen dat het snel gedaan is. Ja, alsjeblieft. 2.
nice. Dat is niet goed. Moet ik nog in het ballen gaan halen? Ja, blijkbaar wel. De twee. De ballen, jongens, de ballen in de goal ook. Drie en vier, nog één. Ja, oké, vijf. 3 minuten? 1:58. Oei, 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 oei. Gefeliciteerd, Steve. Voilà, goed gedaan. Kon een goede start, hè, maar... Heel goed gestart. 1:58. Als je daar recht op traint, dan kan je zeker een vaste heel snel op de lat trappen. En, maar ik denk, ja, oké. Okay. Ja, dat is jammer, hè. Dus, maar ik ben blij dat ik er 5 opgeschoten heb met 2 minuten, zal ik zeggen. Dus onderverwachtingen, maar toch goed. Hey. 6. Hey. Bedankt, hè. Voilà. Stef, nog even terug. Ja, jij bent natuurlijk van Gingelom, dat ligt heel dichtbij Sint-Truiden. Zeg eens, wat verwacht jij vanavond van de Canaries? Ze zijn eigenlijk tevreden met een gelijkspel vanavond, maar ze moeten winnen, want met 1 punt schieten ze niks meer op. Ja. Wat vond jij ervan als je hoorde dat Brepoels daar in één keer buiten gezet werd? Ik heb het voor een figuur als Guido Brepoels. Dat is zo de... Ja, het stereotype van de oude krijger, weinig gelul in interviews, weinig ego, weinig geblaat, eerlijkheid, rechtlijnig, vechten, opstaan, emotie in de dugout, ook als er iemand scoort. Ik heb het wel voor zo'n figuur. Mm-hmm. Ik vond het dood jammer, ik heb een sms gestuurd van Guido. Echt? I feel for you, natuurlijk wel. Ja. Als jullie nu toch een pronostiek moeten uitbrengen... 5-0. Oh... Nee, 5-0 wordt het niet. Ik heb op mijn formulier, en ik weet dat het een beetje belachelijk is, maar ik heb 5 keer een overwinning voor Sint-Truiden gezet. Stef, hoe zou je deze wedstrijd bijvoorbeeld morgen in het sportweekend omschrijven? Ik zal u zeggen, Cynthia, ik zal heel eerlijk zijn. We hadden een cameraploeg hier vandaag, omdat de wedstrijd vonden wij de interessantste met een leuke invalshoek. En ik heb net contact gehad met mijn journalist en... We hebben de reportage afgeblazen. Oei. Is het waar? Ja. Sint-Truiden heeft helemaal niks gedaan, dus die zijn al lang blij dat ze opnieuw de nul houden, wat niet onbelangrijk is. Ik moet zeggen dat Van der Elst dat ook heel goed heeft opgelost. Na 20 minuten om Ngawa naar de kant te halen en daar de snelle Dufair op te zetten. Dus ja, Zultewaardigem heeft de kans gehad en ze hebben ze niet gemaakt. En het was een wedstrijd, zoals we onder de rust al zeiden. Het zal 1-0 of 0-1 worden en het is 0-0 geworden. Ik hou niet van trainers die wisselen in de 88ste of 89ste minuut. Dat moet eens bij wet verboden worden, Stef. Ik vind, als je ballen hebt als trainer en het werkt niet zoals vandaag, dan wissel je in de 60ste minuut. 2-3 spelers, totaal nieuw systeem, totaal nieuw concept. En dan ga je voor de overwinning. Dat heeft de trainer van Zultewaardigem wel gedaan. Ja, maar te weinig. Hij heeft het middenveld helemaal hertekend. Ja, maar ik heb het niet gezien in het spel. Wat heeft de trainer nu net gezegd na de wedstrijd? Na de wedstrijd heeft hij gewoon iedereen een hand gegeven en gezegd van oké, jongens, we hebben ervoor geknokt en dat was het. Hoe ga jij nu naar huis straks in de wagen? Ja. Tevreden? Hoeveel nee, op 10? Ontgoocheld. Hoeveel op 10 is uw gevoel? Ja, 5. Toch? De uitleg van de trainer is ook aan het bestuur. Ik heb dat nu net vernomen, dat mag op televisie, vind ik. We bouwen. We bouwen al 13 speeldagen. Dat zijn dingen die ik niet begrijp als trainer. Je bouwt tijdens de week, tijdens de trainingen, maar je hebt een systeem op het veld tijdens een speeldag. Maar wat vind jij dat persoonlijk van als speler, als een trainer zegt, het is niet erg mannen, we zijn aan het bouwen. Hoe lang kun je bouwen? Ja, tot het huis staat. Ja. Zolang als nodig is. Dan moet je aan Willy vragen, aan de voorzitter, die weet het. Het is echt een zoektocht, hè? Een zoektocht naar het beste systeem, totdat opeens de puzzel in elkaar valt. En ja, oké, het duurt wat langer dan gehoopt en dan verwacht misschien.